Marleen Engelmoer, geboren Spaargaren. De vrouw die geen fouten maakt. De vrouw die eerlijk is als goud, een sterke wil heeft, een goed hart en een gezond verstand. Jongen, 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 dat er zulke mensen bestaan, hè? En je zou zeggen, als dat nou een zorgvuldig gekweekt ras was, zoals je Lipizzaners fokt of Sint-Bernards. Maar deze Marleen is een kruising tussen de Amsterdamse lommerd en de Groningse strookarton. De moeder is een lief mens. Zij is in de loop van een grauw leven een beetje zuur geworden. En de inmiddels overleden vader was een visgraatpak, een knijpbril en de krant. En zelfs te zuinig om de gratis genoegens van het huwelijksbed te genieten. Zodat Marleen 13 jaar lang enig kind bleef. Tot haar broertje Eppo bij vergissing geboren werd. Maar die komt dan ook met alles achteraan. En een 10-jarige carrière als dienstbode is toch ook niet direct de ideale kweekbodem voor de noblesse die wij zo in deze jonge vrouw mogen bewonderen. Toch heeft haar laatste werkgever, de theoloog professor Buwalda, ernstig overwogen haar als dochter te adopteren. Wie doet zoiets met zijn dienstmeisje? We hebben ons zelfs een beetje geschaamd omdat we teleurgesteld waren toen ze de veel oudere kunstnijveraar Engelmoer uit de vernieling haalde en met hem trouwde. We hadden er hofdame willen laten worden, of althans ministersvrouw. Ook dachten we, toen ze tijdelijk de zorg voor de kinderen van de weduwe Donkelaar op zich genomen had, dat ze zeker de zonnige moeder van een groot gezin zou worden. Maar ook dat luchtkasteel van volksvlijt zal tezamen met het gelijknamige paleis in rook opgaan, als blijkt dat Jan Engelmoer niet in staat is zijn vrouw een kind te geven. Maar zie, dat is nu weer Marleen. Ze heeft ervoor gezorgd dat haar man zijn gebrek niet kent, en daarmee heeft ze een nieuwe last op haar schouders genomen. Niet die van het moederschap, maar die van het verstoken zijn van kinderzegen. Bovendien heeft ze de beeldhouwer Boswinkel, die ze ervan verdacht een aanval op haar deugd te willen doen, kordaat de waarheid gezegd. Zonder kinderen ben je niet compleet. Ik zie het toch. Ik weet het toch. Al die irritaties, die grillen, al die... Zoals vanavond. Dat komt toch allemaal alleen maar door... Kom eens hier. Dicht bij me. Weet je wat je nog eens tegen me gezegd hebt? Paradijsvogeltje op je daktuintje komt. En zonder jou kan ik dat niet meer. Beloof je me dat je altijd bij me zult blijven? Zolang als je leeft. Nee, niet. Kijk. Dit. Tot de dood ons scheidt. Knalloos. Ik heb mezelf een limiet gesteld. Ik wil niet dat je zonder kinderen blijft. Als je zo blijft zitten, dan zal ik zeker zonder kinderen blijven. Eppo is er niet. Moet je spreken? Kom binnen. Kunnen we niet ergens heen? Waarom?
mens thuis. Niet hier. In het atelier? Kunnen we niet een eentje gaan rijden? En dan? School of zo? Eentje langs het strand? Niet zeuren, wat is er? Wat ben je nou? Huilenbalk? Krachtpatser? Of God? Dat is een goede vraag. Weet je wat ik ben? Een gewone man. En ik ben een gewone vrouw. Het is soms zo verschrikkelijk moeilijk. Is dat niet een imago? De vlinder die uit zijn pop kruipt. Dat wat de mensen van je maken. Ze dichten je allerlei eigenschappen toe die je niet hebt. En dan moet je dan steeds proberen waar te maken. Kracht. Dapperheid. Maar ze vergeten dat je ook zoekt. Weg. Wegwijzen. Steun. Dat je moe bent. Dat je wilt rusten. Niks denken. Niks beslissen. Je laten drijven. Weet je dat? Hij heeft andere plannen met me. Daar zal ik beslist niet in passen. Je past in mijn plan. Kom. Jos? Kom alleen. Wat betekent dit? Stel je hem op de proef. Hou je van me? Vraag toch niet steeds. Het gras in je tuin is te lang. Het moet gemaaid worden. En als je het gemaaid hebt, dan zul je zien dat het verstikt. Zon nodig heeft. En lucht. Dat je besproeien moet. Zeg dat je van me houdt. Ik haat je. Het is bijna hetzelfde. Het is hetzelfde. Zeg iets, Marleen. Zeg iets. Zeg iets waardoor ik vergeet wie we zijn. Ik hou van mijn man. Ik hou van mijn man. Wie is je man? Wie is je man? Mijn man. Mijn minnaar. Vader van mijn kind. Ze is niemand.
Niemand zal het weten. Oh, klein niet. Oh, het liefst. Oh. 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 Hier. Probeer aan me te denken zonder wrok. Je vraagt iets onmogelijks. Ik zal hier aan kapot gaan. Dag. Dag. Nee. Noem je dat moderne kunst? De Hoeren van Babel? Dat is best goed. Ik zie het in alle etalages liggen. 5 voor griffioenen. Nou, de titel trekt in elk geval wel. Hoe was het? Onbegrijpelijk. Het is eigenlijk een vreselijk aardige vent. Als je maar niet zo vreselijk opschept. Waar zijn jullie geweest? Ik weet het echt niet meer. De Kroon, Mikolon, Amerikaan. Nergens krijg je hem in. Alleen kleine, obscure kroegjes. Waar ik op mijn eentje voor geen goud in zou durven. Zeg, weet je wie zijn hart gestolen heeft? Nou? Tante Bet. Tante Bet? Nou, het kroegje bij de Magerbrug. Weet je niet meer? Oh ja. Onze eerste ontmoeting. Oh. Toen ik nog helemaal in de vernieling zat. God, mijn leven, wat is er in die tijd veel gebeurd. Ja. Veel. Heb je er spijt van? Je stinkt naar de drank, weet je dat? Tja. Ik heb besloten alcoholist te worden. Oh ja. Ja. Even wachten. Ik heb iets meegenomen. 1 kroket. En 1 broodje half om. Halve Maasteeg. Even wachten. En 1 grote zure bom. Rembrandtsplein. Rembrandtsplein. Ook daar stonden we eens. Maar ik heb nog steeds geen standbeeld. Oh, jawel. Binnenin. Zoiets kun jij alleen maar zeggen, Marleen. Waarom? Ik zeg niks bijzonders. Jawel. Jawel. Jij bent een dichteres. Ik heb een standbeeld opgericht in mijn binnenste. Een standbeeld van mijn eigen man hier, hap. Dit is heet. Heb je zo hard gelopen? Onderweg naar jou loop ik altijd hard. En dan noem je mij dichterlijk? Ja. Klonk mooi, hè? Kom zeker van de alcohol. Ik heb nog een half flesje jongen. Jij een jongen? Ja. Een jongen mag. Een meisje mag ook. Het standbeeld onder mijn hart. Het mag een jongen zijn. Een meisje mag ook, dat zei ik. Lieveling. Wat moet ik zeggen? Marleen, mevrouw. Marleen, de moeder van mijn kind. Stil maar, stil maar. Hoe kan ik grienen? Hoe kan een man grienen omdat hij vader wordt? Omdat zijn liefde groeit onder het hart van zijn vrouw. Marleen, zal ik het moeder gaan vertellen? Zal ik haar gaan wekken? Nee. Want ze gelooft het niet. Ze heeft me 1 keer aangekeken, maar alleen met ogen. Zoals een vrouw kijkt naar een man die... Marleen, weet je het zeker? Ik weet het zeker. Zo zeker als ik weet dat jij mijn man bent. Dat ik alles voor je... Ik moet niet te dichtbij komen. Ik ga me ervoor omdat ik gezopen heb. Waar ben ik, Marleen? Weet,
Wie ben ik? Je bent Jan Engelmoer. De man van mijn leesbaar garen. En de vader van haar kind. Is het de waarheid, Marleen? De kleine waarheid. Toen ze na de dood van Jan Engelmoer een half jaar koppig was blijven proberen haar leven zoveel mogelijk normaal voort te zetten, kwam er een ogenblik dat ze moest erkennen dat het zo niet langer ging. Samen met Jan had ze de zaak opgebouwd. In het begin, toen ze het kleine winkeltje in de Kartuizerstraat hadden, waren de inkomsten vooral te danken geweest aan Jans vakmanschap. Ze kocht toen wel eens te duur en verkocht te goedkoop, maar altijd was Jan er geweest om er tegen al te grote blunders te behoeden. En de voornaamste bron van inkomsten was de werkplaats. Maar na een paar jaar waren de rollen omgekeerd en kwamen er jaren van voorspoed waarin de werkplaats bijna uitsluitend draaide in dienst van de winkel en er nauwelijks tijd overbleef om opdrachten van andere antiquairs aan te nemen. Toen kwam de crisis en de handel liep terug. En het was of ook onder de voortdurende oorlogsdreiging de kooplust van het publiek verdween. En na Jans dood is het Marleen niet gelukt genoeg te verdienen om de hoge huur en alle andere vaste lasten op te brengen. En als ze zich realiseert dat ondanks haar harde werken de reserves langzaam beginnen te slinken, begrijpt ze dat ze voor het eerst in haar leven een stap terug zal moeten doen. Maar in welke richting? Walraven ontslaan en de werkplaats opheffen? Of de voorraden opheffen en de winkel sluiten? In dat geval ben ik bereid een paar grote stukken van je over te nemen. Of voor je te bewaren tot er betere tijden aanbreken. Denkt u dat die betere tijden aanbreken? Ja, natuurlijk. Altijd. Het is maar de vraag wanneer en of je tijd genoeg hebt het zo lang uit te zingen. Op het ogenblik is onze valuta nog hard, maar er is weinig geld onder de mensen. De lonen zijn krap, het leven is duur, er is werkloosheid. In zo'n situatie is natuurlijk de handel in luxe artikelen, waaronder vanzelfsprekend antiek, het eerste slachtoffer. We weten niet wat de toekomst zal brengen, maar waardevolle, zeldzame voorwerpen blijven waardevol en zeldzaam. En vooral in geval van inflatie, ontwaarding van het geld, is het bezit aan goederen en huizen waardevast. Ik snap niet zoveel van die dingen. Voor mij is deze gulden een gulden. Voor jou, ja, maar als het buitenland voor die gulden maar 2 kwartjes over heeft, dan zullen we, als we iets in het buitenland willen kopen, 2 gulden moeten betalen, waar we vroeger maar 1 gulden voor hoefden te geven. Maar automatisch is dan een antieke porseleinkast geen pakweg 2500 gulden meer waard, maar 5000. Oei. Misschien schemert het nu een beetje. U raadt me dus aan de oude voorraad grotendeels op te ruimen, een paar kostbare stukken te bewaren als reserve, en de hele winkel, ook de werkplaats op te heffen. Ik vrees van wel als ik die cijfers zie. Je loopt maar wat te dwalen langs de grachten zonder doel. Je kunt geen koers bepalen, geen gedachte, geen gevoel. Alleen wat vage beelden schijnen door de nevel heen. En dan herken je even iets van vroeger van Marleen. Marleen die dacht, ik krijg ze wel, die verre idealen. Het leven kan zo snel niet gaan of ik weet het in te halen. En plotseling is het avond en de stad staat om je heen. Met 100.000 huizen en in het midden jij alleen. Weet je nog hoe het begon? Toen alles nog mogelijk was, alles nog kon. Toen je verliefd was op het hart van de stad. Toen je je vrolijke liedjes nog had. Iedere dag was een beker vol zon. Weet je nog, weet je nog, hoe het begon?
Hier ben je toch geboren, hier begon toch het begin. De munten, Westertoren, de Jordaan en het Rokin. De kleine bonte wereld waar je ieder plekje kent. Hoe kon het ineens gebeuren dat je er nu een vreemde bent? Dat alle goede gevels van je Amsterdamse grachten je aanzien of ze zeggen, je hebt niets meer te verwachten. Dat Amsterdam en jij elkaar ineens niet meer verstaan. Want ergens lang geleden is er iets verkeerd gegaan. Dan zal het weer zijn, zoals toen het begon. Toen alles nog mogelijk was, alles nog kon. Toen ik verliefd was op het hart van de stad. Toen ik mijn vrolijke wijsjes nog had. Dan zijn de dagen weer bekers vol zon. Dan zal het weer zijn of mijn leven begon. Jongen, vijf dames. Ja. Ik ben ook een dame. Ja. Zou papa ons zien zitten? Al u? Ja. Vast wel. Op mijn tweede schrijf ik Jan. Mijn papa heet Jan. Of zou die nou anders heten? Ben je niet moe, Suzanne? Nee, ik mag morgen weer helpen. En ik ga weer mee met de verhuiswagen. Oh ja? Wie zegt dat? De verhuisman. Hij is de baas. Vind jij verhuizen ook zo leuk, man? Oh, enig, ja. Slaap ik bij jou op de kamer? Oh, dat vind ik heerlijk. Ik ben reuze benieuwd hoe het geworden is. Oh, erg leuk. Barat heeft geweldig uitgeslapen. Ja. Maar ja, het is piepklein, hè? Nou, de kathuis staat was ook klein. Ja. Oh, 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 oh. Ik zie ons nog samen die stoelen naar binnen sjouwen, hè? Die jaren waren de heerlijkste tijd van mijn leven. Dan heb je alles nog voor de boeg. Niks kan je gebeuren. Alles lukt. Gek, hè? Zolang je er maar in gelooft. Nou, hij vecht toen nou. Net als je er nou niet in gelooft. Ah, je zal zien, het gaat lopen als een huis, je weet wel. Je moet er even tinsie zitten en een persconferentie geven. En de weg timmeren, dan lig je. Zoals jij veranderd bent, Kali. Als ik nog denk aan onze eerste ontmoeting in de Alkmaarse trein. Nou, nogal lekker, hè. De drie jonge kinderen en geen cent. Geen cent. Die ouders van me overleden, man. Kanaille. Neem er nog een bij. Ik moet nog groeien. Nee, toch? Ja, hoor. Oh. Heel lekker. Oh. Zeg, afkloppen, hè. Jij nog wat, Suzanne? Ja. En u, mevrouw? Ja, direct. Ja, nou, het zijn wel dikmakertjes. Oh, maar mijn lieve dikmakertjes, want ik krijg een hapje door mijn keel. Kan ik morgen nog helpen? Nee hoor, alles is klaar. Alles is mooi geschilderd. En de grote spullen die zijn allemaal naar Blomquist. En verder hoeven we alleen alles nog maar in te richten. En mijn moeder en ik die blijven hier om alles schoon te maken, want dat hoort, hè. Zal mij benieuwen of je alles wat er nog staat, hè, in dat kleine huisje krijgt. Nou, daarvan gaat de grootste helft ook naar Blomquist. Oh. De grootste helft bestaat niet, de helft is de helft. Ik wou dat jij je niet overal mee bemoeide, Suzanne. Eet liever je bord leeg. Wat stelt dat voor? Gewoon. Oh, je gaat ongeplukkelijk naar je kamer. En je gaat morgen niet mee naar de verhuiswagen. Je mag niet slaan. Oh nee, als je die gauw naar boven gaat, dan zal ik je het vak rammen geven zoals je nog nooit gehad hebt. Maar ik wou, ik wou. Is dat nou nodig? Ziet u niet wat ze gedaan heeft? Hier. Is dat zo erg? De naam van de vader met een kruisje erachter. Op een pannenkoek. Met keukenstroop. Dat is toch grotesk? Een paar maanden is hij nou dood. Moet ik het soms nu al goed vinden dat er geintjes over hem gemaakt worden? Weet je zeker dat het als een grapje bedoeld is? Als wat dan? Als een eerbewijs? Als een graf op schrift? Van een kind? Pannenkoek is voor kinderen feest. En zo'n kind op een feestende vader denkt. Weet zo'n kind nog veel wat dood is? Vader zit ergens bij onze lieve heer. Misschien ja, kijkt hij even omlaag. Je ziet dat zijn dochter zijn naam schrijft op een pannenkoek. Dag vader. Zit hij lekker te smikkelen, hij had ook fijn. Tot kijk. Je kan erom lachen, je kan erom grienen. Maar dat je er kwaad van wordt, valt eerlijk gezegd hartstikke van je tegen. Dat ik dat zeg moet bewijzen dat ik je vriendin ben, anders frat ik het op. Ja, zo
voel ik het ook ongeveer, Marleen. Al kan ik me voorstellen dat het je even een schok gaf. Zeker op een dag als vandaag. Maar ze heeft het zeker niet bedoeld om jou te kwetsen. Het is mij niet kwalijk, maar kunt een van u mij zeggen hoe laat de opening is? Klokslag 11 uur, waarde heer. 11 uur, dank u zeer. De naam is Verdonk. Schaafs, Algemeen Handelsblad. Zou even u misschien iets meer over de opening kunnen vertellen? Ja, natuurlijk, toch zeker, kom in binnen. Nee, laat me niet naar buiten blijven, dan kan hij een mooi plaatje maken van de aankomst. Deze zaak wordt een unicum in deze stad. Ja, dit is een typisch voorbeeld van een antiek pothuis, ja. Ja, ja. Zoals er in Amsterdam nog mag weinig meer bestaan. Ja, inderdaad. Ik ben zo vrij geweest, meneer Schaafs, op deze feestelijke gebeurtenis te attenderen. Hoe laat u het, meneer? Meneer Bonkwist. Gaat u nou maar met mij mee? Wat zal ik u een mooi plaatje geven? Als u aan de overkant gaat staan, meneer, heb u een prachtig uitzicht. Ja, dit is al de derde zaak die we voor openen. Hoewel het wel in het enigszins ander genre. Ja, het wordt een soort artistieke moderne kunstnijverheid. Smeedijzeren sieraden, die beloosjaals, een beetje antieke, van alles heel plezier. Ja, maar jongens, hier, kijk, nou eens wie er allemaal zijn. Marleen, kom eens eventjes. Zie je jouw kilo? Daar. Heb ik het thuis de straat in willen? Ze willen je een auto aanbrengen. Kom bij je nieuwe woning. Nou, geen man. Ja? Wanneer je er niet bent geworden, als kind niet op school bent gegaan, wat zegt dan zo'n mond op aan storen? Dan in de Jordaan, al 100 keer zijn ze bezongen, de grachten dansen wij. Maar wie is de dans nog ontsprongen? Marleen, dat ben jij, dat ben jij. En of je nou woont in een steegie, Apollo, Lan of Gerardaan, of de kinker toch kreeg hij, je gaberste gast, wij zijn draag. Want zonder Marleen was ons leven in een en een klein beetje kil. Marleen moet de sjeuder al geven, en dat is het kleine verschil. De kleine waarheid staat met minuscule, bijna onleesbare lettertjes geschreven op de achterkant van je hart. En soms is het of je die plotseling door een microscoop kunt lezen, op stille momenten, als je de liedjes neuriet zonder je mond te bewegen. Dan geldt de spreuk op de zonnewijzer die haar vriend, de oude Joodse scharrelaar Abraham Mossel, haar eens gebracht heeft. Ik tel alleen de heldere uren. Maar nu is alles donker. 1941. De wereld dreunt onder de grootste oorlog aller tijden. Er is angst, wantrouwen en verraad. Marleen is 43 jaar. Een Amsterdamse vrouw. Een gewone vrouw. Die openstaat voor het geluk dat ergens op te moet wachten. Een klein lichtje. Een vuurtoren. Die wenkt. Nee, moeder, ik vind het een enig idee en jullie bedoelen het erg lief, maar geen haar op mijn hoofd. Stel je voor, een feest in deze tijd. Geen feest. Gewoon een gezellige avond bij elkaar met alle mensen die van je houden. Hé, ja. Suzanne ligt ziek in bed in Blaricum. Daar begint het al mee. Kind van 12 voet s'avonds in de bek. Ach, belachelijk ouderwets idee. Bovendien heb ik een hekel aan verjaardagen. Voor moet ik eraan herinnerd worden dat ik mijn beste tijd gehad heb. Het is al ellende genoeg. Ik vind verjaardagen enig. Ik ben nog steeds dankbaar voor iedere dag dat ik leef. Meen je dat? Deze tijd? Na deze tijd. Komt een andere tijd en die hoop ik ook nog mee te maken. Wat kies jij? Mussert of Moskou? En toen hadden we een onzinnige vraag. Je hebt eigenlijk dat onzalige idee gehad van die verjaardag. Jos Boswinkel natuurlijk, die heeft al jaren een oogje op je. Ik vind het stom. Ik vind het overbodig, stijloos en stom. Het huis zit vol onderduikers.
Vertrouw je je moeder niet? Heel flauw. Oh, frek, we hebben nog een boterbom. Heb je er wel eens over gedacht wat het betekent om ondergedoken te zitten? Met je lezen, met je klaverjassen, genadebrood, wachten en hoop. Wie komen er eigenlijk allemaal? Ali en de man, daar kunnen we mee meerijden. Hoe Bertus en al die toewijzingen komt, dat weet ik ook niet. Ga net zo lief op de fiets. Wie nog meer? Margreet Calogne en die mevrouw Blijleven, zou ik maar zeggen. En Eppo natuurlijk. En Jaap? Dat weet ik niet. Die heb ik trouwens nog nooit ontmoet. Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat? Ik dacht dat die fout was. Dacht ik ook. Is niet zo. Nee. Wat is het eigenlijk voor een soort man? Och, ik ken hem amper. Wel aardig. Knap? Ach, gewoon. Nee, blijf af. Het is vanmorgen. Hij is toch kunstschilder, hè? Ja. Tenminste, ja. Hoe oud is hij? Geen idee. Ouder dan Eppo en jonger dan ik. Ik ga een straatje om. Kan ik u even spreken? Liever niet, Walraven. Doe liever niks buiten mijn dochter om. Heel verstandig, maar uw dochter doet ook dingen buiten u om. Kan wel wezen. Mijn dochter is oud en wijs genoeg om te weten wat ze doen en laten kan. Dus als je een andere keer, zal ik wel zeggen dat je geweest bent. Zodra ze terugkomt. Van der Krantenwijkie. Wat zeg je? Uw dochter is altijd goed voor mij geweest. Dat ze me ontslagen heeft, draag ik er niet na. Daar had ze gelijk in. Maar ach, u weet hoe dat gaat, hè? Je zit in de armoede met een zieke vrouw. En je hoort wat ze allemaal bereiken in Duitsland. En dan denk je, nou, ze lappen het hem toch maar. En voor je goed en wel weet wat je doet, sluit je je aan bij de partij. Ach, mevrouw heeft er wat onder geleden. Maar ja, nou ik gezien heb wat er gebeurt, heb ik gelukkig bijtijds de bakers verzet. Bijtijds? Nou ja, bijtijds. Beter laat dan nooit, hè. En dat kwam je vertellen? Dat ook, ja. Goed, ik zal tegen mijn dochter zeggen. Ik hoop dat ze het gelooft. Uw dochter heeft me altijd goed behandeld. Ook toen Engelmoer nog leefde. Niks dan goeds. Dat zei je al, ja. Ja, en daarom denk ik, ik loop eens even binnen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Tegen wou jij mijn dochter waarschuwen? Ze moet niet meer naar dat huis op de Leidse Gracht gaan. Welk huis? Dat weet u net zo goed als ik van die notaris Blomquist. Jij weet even goed als ik dat die notaris Blomquist een oude vriend van er is die al de zaken regelt. Ja, maar u weet niet wat ik weet. En dat is? Dat daar een drukkerij is. Drukkerij? Misschien is dat wel nodig voor zijn vak. Testamenten en actes en zo. Ja, en dit. Wat is dat? Dat wordt door uw dochter bezorgd bij de abonnees, zal ik maar zeggen. Hoe kom je daaraan? Het is voor u een vraag en voor mij een weet. Ja, je moet er niet raar van opkijken. Als er ook persoonsbewijzen worden versierd. En stamkaarten en bonkaarten. Ja, en dan zal ik maar niet zeggen dat daardoor de hele ransonering in de war raakt. Ten behoeve van een bevoordeelde groep. Want dan ben ik weer de kwaaie Piet. De kachel brandt haast nooit. Ten derde, de jager vangt een haas. Gefeliciteerd, Patricia. Dank je. U hoort dan een belangrijke raadgeving. Dit is een jammer dat Jaap er nog niet is. In verband met de luchtaanval. Ik verwacht ieder ogenblik bericht van hem. Maar we moeten Marleen feliciteren. Waarmee? Met het feit dat de jager een haas geschoten heeft? Dat is een codezin. Het betekent boodschap ontvangen, verzoek wordt uitgevoerd. Maar wat voor boodschap? Een boodschap meegegeven aan Dennis Wood. Het betekent dat hij via Lissabon terug is en in Engeland. En dat Jaap Blijleven op weg is naar huis. Oh. Niet open. Onder andere plaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en bij Utrecht. Thank you.
alleen binnenlaten als je het kent. Dat kan je moeder toch niet zijn? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik hier ben, maar ik kan niet. Walraaf is geweest. Hij mag waarschuwen dat ze dit huis in de gaten houden. Kom alsjeblieft direct meteen mee, maar alleen vooruit. Wie is Walraaf? Een oude knecht. Moeder, ik ben geen kind meer. Ik begrijp dat u bezorgd over me bent, maar dit wordt me werkelijk te bar. Zo behandel ik Suzanne nog niet eens. Toch geloof ik dat je moeder gelijk heeft. Als het werkelijk waar is dat ze dit huis verdenken, dan heeft het geen enkele zin om hier langer te blijven. En jullie dan? Ik ga ook. Maar vergeet niet dat ik een overheidsdienst ben. Dat kan ik bewijzen. Ik collaboreer. Patricia logeert hier en ik woon hier. Als ze een huiszoeking willen doen, dan mogen ze in gang gaan. Ze zullen niets vinden. Het zou alleen nog maar meer verdacht zijn als ik hals over kop wegging. Zo. Patricia, ga jij vanmiddag naar Bergen? Geef deze brief aan Boswinkel. Marleen, dat pakje kan jullie best hier laten. Maar ik... Het is beter. En als er een huiszoeking komt? Oh, dat is te lang weg. Je hoort zo gauw mogelijk van me. En volgende week zien we elkaar in Bergen. Tot ziens. Marleen, kom in. Tot ziens, mevrouw Spaargaren. En wel bedankt. Hoe kunt u zo idioot? Je had precies hetzelfde gedaan, Marleen. Ach, alleen maar gewicht op doenerij van die walraven. Alleen maar proberen. Hij is natuurlijk nog steeds lid van die NSB. Misschien wel erger. Misschien heeft hij me een keer gevolgd of... Natuurlijk. Dat is het. Hij wou zekerheid. Hij had een vaag vermoeden en toen wilde hij het zeker weten. Als u gewoon thuis was gebleven, was er niks aan de hand geweest. En nu heeft u gezien dat u meteen weg bent gegaan. Nu heeft u zekerheid. Ah. Guten Tag, Mevrouw. Ich habe schon gedacht, der Laden war geschlossen. Dag, meneer. Ich habe hier vor einem Jahr mal ein paar Keramikholzschuhe gekauft. Haben Sie die noch? Oh, die Klumpjes, die zijn uitverkocht, hè, moeder? Ja, ganz uitverkocht. Oh, das ist aber sehr schade. Die sind nämlich so ein großer Erfolg gewesen. Und da habe ich meiner Frau versprochen, ihr auch ein paar zu besorgen. Was gibt's denn noch? So eine kleine Mühle vielleicht. Die ist doch auch ganz entzückend. Ja, aber die kostet 32,50. 32,50? Ja. Mein Hollands ist schon besser, finden Sie nicht? Ja, als u so durchgeht, dann... soll ich mal in ein Doosje doen? Zu nett. Sagen Sie, was macht denn die kleine Tochter? Sie haben doch ein Töchterchen. Ja. Die ist bei den Bauern auf dem Platteland. Da haben Sie recht. Gut essen, damit die Kleine eine kräftige, schöne Holländerin wird. Wenn bloß erst der verdammte Krieg vorbei wäre. Aber es geht gut, Sie werden sehen. Innerhalb von ein paar Monaten stehen wir vom Kreml und in Westminster Abbey. Ja. Ja. Hast du Brief? Sehr schön. Also. Dirty. 32,50. Okay. Bitte sehr, stimmt's? Ja. Oui. Warten Sie. Ich schenke Ihnen noch was. Ein paar Liter Vollmilch. Da haben Sie auch mal was extra. Ah, danke wel. Voor Mossel, kann je lachen. Ja, ja, ich verstehe schon Holländisch. Damit die Mutti wieder lacht, nicht wahr? Ja. Hübsche Sprache. Voor Mossel, für die Mutti. Ja, schön. Sehr lieb. Also, alles Gute. Ich komme bestimmt wieder. Wissen Sie, die Holländer sind ein gutes, fleißiges Völkchen. Unser Führer hat recht gehabt. Die Holländer gehören zu uns. Die haben einen ganz besonderen Platz im Reich. Ja, also, die Pflicht ruft. Warten Sie. Hier ist meine Karte. Sollte ich etwas für Sie tun können, es wäre mir eine große Freude. Hitler. Rekenbaar, vrijer Joachim van Bodenstein. Oranje boven, oranje boven. Leven gewinnen win. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie.
Dat kleine monster van onbestemde leeftijd is nu weer een jaar dichter bij de volwassenheid die zij nimmer hoopt te bereiken. Nou, dacht ik jullie allemaal om in één zin te zeggen wat je herinnert van je eerste ontmoeting met Marleen. Nou, volk, niet nodig. Oi, weet je wat je nodig hebt of niet? En dat was de eerste keer dat ik met mijn zonnewijzer in de Kartuizerstraat voor de deur stond. Diezelfde zonnewijzer die nou hier in de tuin staat. En die ik elke dag die God me geven wil zal danken voor dat ene heldere ogenblik wat ik toen gehad heb. Ik heb gedacht, kom Mossel, vooruit nou. Nee, heb je. Ja, kan je krijgen. En ik heb ja gehad. Goed jonte, Marleen. Ja, geweldig. Moeten jullie echt ophouden, anders dan ga ik halen. Nou, zo, dat is een feest. Hallo, we krijgen we nou. Kom jongens, we halen onze herinneringen singeltop. Vandaag is het weer van Marleen die verjaart. Wij hopen dat zij nog heel lang wordt gespaard. Met bloemen versieren wij daarom uw stoel. En zingen met jabbers voor u in de show. Zal die zijn, wil ik even open doen? Nee. Mossel. Ja, kom, jullie Mossel. Dat is het. Ja, maar mee. Het is beter dan ik. Ja, maar mee. Neem maar mee. Neem maar mee. Kom, snel, snel. How's that? Chauffeur? Der Wagen draußen gehört Ihnen? Ich verstehe nicht. Mach mir nichts vor, Mensch. Ihr habt's noch gut, was? How's that? Kennst du einen Blomqvist? Antwort ich Felix! Hé hey man, schrei niet zo, ik schrik me rot. Blomqvist? Ja, ik had vroeger een groenteboer die zo heette. Notar Blomqvist, een rechtsanwalt oder sowas. Ja, doe nou zeg. Bist du die vrouw des Hauses? Ben ik. Du zeigst mir das Haus. Ausweis. Leihlebe? Moment mal. Das wollen wir mal einstecken. Du kommst mit nachher. Ausweis. Oh.
Dank je, goed. Na, was ist? Ausweis, aber ein bisschen plötzlich! Engelmeer. Moor. Schnauze! Was machst du? Ich habe einen Winkel in Amsterdam. Ein Winkel hat sie. Und wo, wenn ich fragen darf? In das Zentrum. Warum? Ich komme mal zu dir. In dein Winkelchen im Zentrum. Wenn ich Zeit habe. Die alte brauche ich nicht. Ach, wie? Hauptsache. Was da? Keuken. Die Keuken? Na, dann zeig mal deine Keuken. Ja, ja. Nicht du, die Frau. Na, mach schon! Soll ich das kleine Necke hier even afbringen? Graag wel, maar niet doen. Ze zijn met z'n vieren. En als ik ze vind? Hij vindt ze niet. Moet u nog meer zien? Was hier drin? Das ist das Atelier. Musst du das auch sehen. Aufmachen. Du musst eben den Schlüssel haben. Nicht nötig! Aha, ihr Mann ist Bildhauer! Hübsche Sachen! Was hier? Lack. Was dahinter? Bockgranit. Zuvor Rad, Werkzeug. Aufmachen. Das mache ich nicht, das sind Dinge von dem Mann. Sofort aufmachen! Dann muss ich das erst an den Mann fragen. Was ist dahinter? Das habe ich doch auch gesagt, das sind Werkzeug. Und zuvor Rad. Und der Engländer, wie? Und Juden, wie? Und Saboteure? Ich kenne das. Werkzeuge von den verdammten Plutokraten! Das werden wir gleich haben. Mutterzeh! Sie sind entdeckt, Großwinkel. Sie haben hier einen Engländer versteckt und wir haben ihn gefunden. Was kostet Sie den Kopf? Da können Sie Gift drauf nehmen. Ja, hier achtet dit Leib ist nix. Stehende Werftauche! Verder nix. Na, dann machen Sie doch auf, wenn Sie den Mut dazu haben. Da ist hier kein Engelsmann. Hören Sie, wir sind nicht so blöd, wie Sie glauben. Wenn mir befohlen wird, ich soll hier einen Engländer erwischen, dann gibt es hier einen Engländer zu erwischen, sonst würde man es mir nicht befehlen. Meine Vorgesetzten irren sich nie. Also los, mal auf. Johannes, come up, Mister! Hands up, oder ich schieße euch über den Haufen! Na? Verdammte Scheiß-Holländer. Nou, laat dicht doen, is een baas bellen. Ben je niet in de verleiding? Also gut.
Also Sie behaupten, es sei hier kein Mensch versteckt, was? Hm. Kein Engländer, kein Jude, kein Saboteur. Ja. Was ja? Was heißt ja? Ja, meneer. Ist so Mitglied der Kulturkammer? Was? Jeder Künstler hat sich zu melden bei der Kulturkammer. Ah, ja, ja, ja. Was, ja? Ja, meneer. Maar ik weet niet of ze me wel willen hebben. Ik ben maar een bescheiden kunstenaar. Davon weiß ich nichts. Davon verstehe ich nichts. Ich bin nur ein Metzger. Ah, du bist gewarnt. Das Mädel gefällt mir. So was möchte ich auch können. Ein Hitler! Ach ja, Frau Bleileben. Sie können sich morgen zwischen 3 und 4 Uhr Ihren Personenbeweis wieder abholen. Euterpestraat, Zimmer 183. Warum? Wollen Sie ihn lieber nicht wieder haben? Ik ben hier op een verjaarsvisite. Ik begrijp helemaal niet wat ik in de Euterpen sta. Hey, Hitler! Ik zal een rapport over u indienen. Jo, wil Grubbelführer Freiherr Joachim von Bodenstein. Wat zeggen ze daar? U hoort het. We zijn kennis van. Ze kennen den Herrn Obergruppenführer? Ja, heel goed. En u heeft gezegd als u klachten heeft, dan zegt u het maar. Kunnen ze eens bewijzen? Allicht. Hier. Waarom ze het her? Gekregen van hemzelf. Het lijkt me geen makkelijke, hè? Wissen ze dat hij degene is die Blomqvist had verhaften lassen? Blomqvist? Und dass wir auf der Suche sind nach einem Bleilewe? Jakob Bleilewe und einem gewissen Spargan. Das sagt mir nichts. Frau Bleilewe ist eine alte Kennis von mir. Und als ich mal etwas zu tun hatte mit einem Jakob, dann sollte ich das wissen. Es wemelt hier von den Bleilewes. Ich finde es ein Skandal, um hier so mal binnen zu laufen und Deur in zu trappen, terwijl wir hier gewoon rustig an einem Verjaarspartijtje bezig sind. Ich habe verdorieke Geburtstag. Es ist mein Geburtstag. Ich soll mal beklagen über u indienen. En nou eruit! Ik zal vertellen aan mijn vriend Joachim. Also, dan weet ik. Na schön. Het huis blijft überwacht. Hier is de Ausweis. Maar ze zijn gewarnt. Ihr alle! Heil Hitler! Alles in Ordnung, los, komm! Zurück, er wacht an! Komm, beim Eiltempo! Lass auf der Bank! Afschuwelijk, wat is dat? Afschuwelijk, het is de beste borrel die je ooit hebt gedronken. Eén deel alcohol, twee delen gedestilleerd water, een theelepel glycerine en een eetlepeltje Elixir d'Anvers. Lekker. Ja, kom. Dankjewel, ik vond je heel erg moedig. Ja. Nou Jos, waar zijn ze? Ja, hebben jullie wel eens van paardverdrooien gehoord? De Trojaanse oorlog? Ja, goed zo. Voor het eerst dat Eppo iets in mijn werk gezien heeft. Nou, we begrijpen niks, ik zie niks. Nee, niks, hè? Nee. Nou, nee. Nee, hier dan. Kijk dan nou. Het is zandsteen. Het gaat er zo hard. En dan kom er maar uit. Het is dus veilig. Kom maar, kindertjes. Kom maar, kom maar. Kom maar. Zo, kom er maar uit. Zo. Doe maar. Zo, kom maar, mazzel. Gerrit. Weet u wat ik op uw kunstwerken tegen heb, meneer Boswinkel? Men zit er niet op zijn gemak. Thank you.
goede stad waarvan ik ieder plekje ken. Waar ik ergens in een trieste straat geboren ben. En waar ik gelukkig ben geweest met al die dingen. Waarvan geen dichter ooit genoeg de lof zal zingen. Alleen, ben je daar? Ja, moeder. Ik ben thuis.